Er was eens een bos. Een enorm bos met bomen zo ver als je ogen konden zien. In het bos wonen heel veel verschillende kleine dieren samen, waaronder een kleurrijk vogeltje, Olla. Economie zou eigenlijk de mensen en de aarde moeten dienen, maar het is bijna andersom, hè? Er is een aantal crisis, een heleboel van die crisis, die kan je gewoon linken aan onze groei. Wat ik vooral merk als jongere is, als je heel veel naar het nieuws kijkt of heel veel met mensen gaat praten, dan kom je vooral heel veel negatieve dingen tegen. Er ligt een taak voor ons. De wereld vraagt om verandering. En om de wereld te veranderen, zullen we ook het onderwijs moeten veranderen. Leren dat je dingen van een heleboel kanten kan bekijken, dat vind ik heel erg belangrijk. Mijn taak als docent is niet om je mening te sturen. Dat is wel een beetje de spanning die daar altijd op zit. En je kunt zeggen, ja, daar steek je dus meer van op dan alleen maar zo'n opvoeding die daar steeds staat van dat mag je wel doen en dat mag je niet doen. Ik dacht dat ik al heel bewust was van duurzaamheid, maar eigenlijk als ik dan de minor volg, dan zie ik hoeveel er eigenlijk nog meer bestaat. Being a hope punk means still believing that we as humanity can do something good for this planet. Als wij ons bewust worden van de mate waarin het systeem ons denken en doen bepaalt en daarmee de grenzen die het ons oplegt, kunnen wij die grenzen gaan verleggen. We kunnen ons bevrijden. En in die bevrijding ontstaat er ruimte. En in die ruimte ontstaat hoop.